mijn naam is Denden. Leuk dat je kijkt op mijn vlog De Heilige Bron. Nou, wanneer je een aantal andere afleveringen hebt gezien, dan weet je dat ik het graag heb over bewustwording. Maar ook over plantmedicijnen en diermedicijnen. Maar vandaag wil ik het hebben over klankmedicijnen. En jawel, klank is ook een medicijn. Denk aan muziek, hoe het je kan helen op het moment dat je verdrietig bent of om je vrolijk te maken. Iedereen luistert wel muziek of zet de radio aan en dan hoor je een nummer waar je super blij van wordt. Of verdrietig, omdat het een bepaalde herinnering opwekt in jezelf. Maar klanken zijn super belangrijk ook voor al je cellen in je systeem. En dan heb ik het over klankschalen, gongs, van die gigagongs. Daar heb je ook mooie gongbaden van. Maar ja, je hebt ook klankbaden. En wat kunnen klankbaden voor je betekenen? Nou, dat is voor mij onder andere uit mijn jetlag komen. En zo heb ik gisteravond een klankbad bijgewoond. Samen met een heleboel lieve vrienden. En samen met mijn lieve vriendin, waaruit we ja, eigenlijk hadden ingepland om na onze vakantie in Thailand, waarin je natuurlijk in een tijdzone leeft die 6 uur later is, zijn we in 2017 erachter gekomen dat we na onze vakantie in Thailand dat we een behoorlijke jetlag hadden voor een week. En die was zo pittig dat we die vrijdag dat we een klankbad hadden gepland daar eigenlijk niet heen wilden, omdat we dachten van dan vallen we in slaap. Maar we zijn er toch gegaan en toen we daar uitkwamen uit dat klankbad, toen was onze jetlag gewoon meteen voorbij. En nou, dit keer zijn we, omdat we ja, de connecties hebben waarin vrienden van ons mooie klankbaden geven, zijn we dat van tevoren gaan plannen. Dus toen we terugkwamen, even om een voorstelling maken, het is nu zaterdag en wij zijn afgelopen woensdag teruggekomen en we hebben dat zo strak ingepland dat we op vrijdagavond een klankbad hadden. En dat klankbad, dat was gisteravond. En ik ben vandaag ook echt helemaal vers en fit. En ja, zo'n klankbad, wat doet dat of wat betekent dat nu voor je? Je moet je voorstellen dat alles in jouw lichaam, elke cel, is een trilling. En trillingen vanuit klanken, vooral van heilige instrumenten als klankschalen, gongs, welke natuurlijk al duizenden jaren bestaan. Ja, wanneer die aangeraakt worden, dan ontstaat er een trilling en die trilling die gaat in je lichaam. En ja, die raakt iets aan om wakker te schudden of bij te komen of te resetten. Ja, soms kom je ook wel eens een klank tegen waarvan je denkt van dat is niet mijn klank, maar dat is dan ook wel bijzonder om doorheen te gaan. Want zo'n klankbad is echt een reis. Je ligt 1,5 uur op een bed en dan wordt er gespeeld op prachtige instrumenten. Er wordt ook zang, er worden ook klanken gemaakt met stemmen. En ja, die komen binnen en wat er ontstaat is een reis zonder überhaupt het gebruik van een medicijn of een plantmedicijn. Kun je door middel van klanken ook in een meditatie gaan. Maar ja, voor ons heeft dat zo'n mooie uitwerking op onze jetlag, dat we gisteravond toen we uiteindelijk om 1:30 of 2:30 gingen slapen, en dan moet je je voorstellen, dan is het al 6:30 in de ochtend, nog voor het systeem, ja dat was niet meer zo. En waarbij ik donderdagavond gewoon keihard in slaap viel om 9:30, 9:30, waarin het dan 3:30 s'nachts is, ja ik was er in één keer uit. Vannacht voelde ik me gewoon super fit naar het klankbad en ik ben echt ook heel benieuwd hoe dat vanavond gaat, maar ik weet zeker dat ik er nu uit ben. En dat was namelijk in 2017 ook zo. Dus een super handige tip voor als je last hebt van een jetlag en je wil eruit komen, nou, dan ga je naar een klankbad. En wil je weten waar een klankbad waar dat plaatsvindt of hoe je die kan bijwonen, dan kun je contact opnemen. Door middel van bijvoorbeeld het contactformulier op deheiligebron.nl. Je komt er ook achter als je een ceremonie bijwoont bij ons, bij de Cambo, bij Cambo Thuis. En ja, dan maken we je altijd meer bekend met de connecties die we hebben. En de mensen die dit soort mooie ceremonies verzorgen. Zoals klankbaden, cacao ceremonies en vele andere ceremonies. Gisteravond waren we bij Kaya Yoga. Kaya Yoga verzorgt klankceremonies, maar
zoals je ook hoort natuurlijk, yoga. Ja, super fijn om eens een keertje te kijken op haar website Kaya Yoga. Dat is met Kaya met een Y. En dat is wel tof om even te kijken. Karen is echt een super tof mens. Dus kijk eens een keertje op haar site. En wanneer je dan zin hebt om een klankbad of bijvoorbeeld een drumceremonie, doet ze ook. Dat is ook wat gek. Kun je met je eigen drum langskomen en dan een uurtje of anderhalf ga je in een groepje met z'n allen op een drum slaan en dan kom je echt in een bepaalde trance. Ja, dat zijn allemaal prachtige medicijnen. Kijk daar eens op en doe je voordeel mee wanneer je de volgende keer terugkomt van een verre reis. Dan plan je gewoon daarna een klankbad in en dan ben je gewoon uit je jetlag. Fantastisch mooi. Dit is het voor vandaag, kort maar krachtig. En ik wens je een hele fijne dag of weekend of moet je wel lekker werken dit weekend. Dan is het natuurlijk ook helemaal goed. Ik wens je heel veel geluk. En in Lakesh Alakin. Tot ziens. Mijn naam is Denden. Vergeet niet te liken en even te subscriben. En er zit hier ergens zo'n belletje. Als je daarop klikt, dan krijg je een pop-upje op je telefoon wanneer ik iets nieuws plaats. En ik zie je de volgende keer.